dus, hè, het begint allemaal heel keurig. Eerst komt de aanstaande president bij de huidige president dan nog 3 uur lang op de thee. Dat gebeurt op het Witte Huis. Ze drinken thee, koffie misschien wel, met de first ladies daarbij. En dan gaan ze gezamenlijk naar het Capitool, want het speelt zich allemaal af in het Capitool natuurlijk. Daar wordt dan de eed afgenomen. Eerst door de vicepresident, daarna door de president, vlak voor 12, dus dan is het hier vlak voor 6, 's middags. En dan komt die beroemde, of niet beroemde speech, hè, die speech waarin elke president dan probeert te zeggen van, in de komende 4 jaar gaan we dit doen. Amerika gaat zus en zo. We gaan dit aanpakken. En dan blijkt natuurlijk altijd dat, hè, niet zozeer de persoon in het zadel zit, maar de gebeurtenissen zitten in het zadel. Hè. Dat is altijd heel moeilijk te voorspellen. Maar goed, daar zitten wel eens een paar mooie one-liners in. Laten we morgen opletten of die misschien iets zegt. En dan is er een lunch. In het Capitool ook weer, onder de koepel. Daar is een lunch voor, laten we zeggen, de hoge heren van Den Haag. Zal ik het maar even zo samenvatten. Maar dan is dit een van de uitnodigingen van zo'n lunch? Ja, ik had een uitnodiging. Ik ben uitgenodigd geweest, maar niet op naam dan weer. Iemand van jouw redactie vroeg, ja, maar je staat helemaal je naam er niet op. Nee, daar staat mijn naam niet op, maar ik ben wel uitgenodigd toen. Ik was daar, moet je gewoon zeggen. Jij toch ik niet? Ik was daar. En dan wordt er even bijgezet, dus je hebt dan de inauguratie, de uitnodiging. En dan wordt er ook nog even, weet je wat, voor je het vergeet. Als je het vergeten was, het gaat dus over deze manier. Het gaat manier. Over hem, ja. Het gaat over hem. Dat je dus weet, oh ja, ik ben hier op het verjaardagsfeestje van Barack Obama. Dat was 2013. Het ziet er dus anders uit. Ik denk dat het nu 1 grote foto is van Trump gewoon. En dit was het programma voor de lunch, die dus ergens midden op de dag zit, die dus in het Capitool zit. Dan heb je hier nog het hele programma. Ja, het is natuurlijk allemaal, het wordt allemaal natuurlijk keurig. Hè. Iedereen dat het zit dan op de stoelen van de genodigden. Het is echt retechiek wat er gebeurt. Nou, Leon, en dan heb je natuurlijk ook, vanavond is het een soort van welcome celebration met eenmaal invulling. De Make America Great Again Welcome Bowl. Ja, vergeet dat niet. America Great Again Welcome Bowl. En wat is het? Het is een soort kick-off van de inauguratie. Een soort volksfeest is dat bedoeld, althans. Ja. Zullen we even kijken naar, gewoon even meenemen naar stap voor stap. Je hebt geschreven van, hè, je hebt de eet. En die eet ging niet altijd even vlekkeloos, ook bij Obama niet. Nee. Obama deed de eet zo en dat zat een haperingetje in. Kan. I, Barack Hussein Obama, Do solemnly swear. That I will execute the office of president to the United States faithfully. That I will execute. The office of President of the United States faithfully. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Nerveus moment. Moest toch nog even over. Een keer binnen moest dat nog een keer over. Want het was niet helemaal volgens de regels, volgens het protocol. Maar en was hij niet officieel president? Hij was toen nog niet officieel president. Kwamen ze later achter de historici, dus moesten er nog even over binnen. Met dus de Chief Justice, hè, de hoogste rechter in het land, John Roberts hier. Die het ook morgen gaat doen met Donald Trump. Dat is een nerveus moment, want dat is het moment dat hij daadwerkelijk president is. Vanaf dat moment is hij president en de speech is zijn eerste presidentiële handeling, zal ik maar zeggen. En ik heb begrepen dat Donald Trump met name ook kijkt naar Reagan. Ja, Reagan, populist, makkelijk ogende, makkelijk pratende volksman, hè, die een ander soort Amerika wilde laten zien. Weliswaar heel optimistisch, niet zozeer Make America Great Again, maar The Shining City on a Hill. Dat was Ronald Reagan. En Ronald Reagan gaf een mooie toespraak. Zag er toen wel al oud uit. Reagan, Trump is nog net iets ouder, maar toen in 1981 zijn eerste inauguratiespeech. Well, our concern must be for a special interest group that has been too long neglected. It knows no sectional boundaries or ethnic and racial divisions, and it crosses political party lines. It is made up of men and women who raise our food, patrol our streets, man our mines and factories, teach our children, keep our homes, and heal us when we're sick. Professionals, industrialists, shopkeepers, clerks, cabbies, and truck drivers. They are, in short, we the people. Hij kon het. Nou, ik kan me herinneren dat in die tijd werd ook een beetje over Reagan gesproken. Ja, die acteur, wat moet het nou worden, dit en dat. Maar jij zegt nu, je kijkt ernaar en je denkt, nou, hij kon wel speechen. Ja, hij kon het wel. En, hij was zonde. Maar ook met autocue vaak, hè.
Ja, doe ik ook. Ja. Mag. Dat is allemaal niet. Maar je wil nog wat zeggen? Nee, maar ik wil nog zeggen, wat zo mooi is hier van Reagan. Hij heeft het natuurlijk over het volk. De taxichauffeurs, de zusters in het hospitaal. De gewone, de bricklayers, de metselaars. Iedereen het gewone volk. En dat heeft natuurlijk ook, dat is Trump, dat is het volk. Daar wil hij het over hebben. Daar wil hij morgen naartoe spreken. Daar die gewone mannen en vrouwen, maar vooral mannen in Ohio, Pennsylvania, Michigan. En die, dat soort mannen. En daar heeft hij natuurlijk een beetje een soort... iets met Reagan mee. Kijk, het is